Je ligt gewoon te slapen. Hallo jullie, welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Boys. Uit. Het tootje van je muis is weg. Zo, wat gaan we vandaag doen? Zullen we beginnen met ons voorraadhuis anders? Ik weet niet meer wat we gingen doen. Begin aan een voorraadhuis. Wat hebben we nodig? Zoveel mogelijk hout. Ja? En een geinig design. Hier heb ik alle hout uit. Hier nog een beetje hout. We gaan gelijk even verder lezen om te klaarmaken hoor. En natuurlijk gelijk even allemaal... kijken. Waar gaan we ons voorraadhuis maken dan? Gewoon hier. Wat? Zullen we hier de boel even vlak maken? Ik heb ook helemaal geen iron meer joh. Jawel joh, we hebben vet veel iron. Ah, ik heb zelf ook nog iron. Sowieso in de oven. Fuck, waar is al onze iron? Dat zei ik! Het kan niet. Zie je, ik maak echt geen leugen. Ik maak echt geen leugen. Hé, ik had echt tering veel iron erin gedaan, in de oven. Ja, is het niet onder de grond? Oh, je hebt de geheime kist gevonden? Nee. Niet leuk? Nah. Oh, nee hoor. Hey, volgens mij is iemand in ons huis geweest. Ja? Waar is al onze iron? Hoeveel heb je in je inventory? Niks. Ik heb er hier 6. Tering Jantje. Begin het Stijn ons genakt. Zou het? Stijn, heb jij onze iron gejat? Hij is toch niet online? Jawel, hij komt net online. Echt? Doe ik wel op tap. Oh ja. Waar is zijn huis ook alweer dan? Waar ben jij? Bij de swamp. Dat moet dan de complete verkeerde kant op. Ik ja. Not or? Wat? Nee, grapje, ik heb niks. Nee, ik ging dood, hè, dus ik heb ook nieuw armor gemaakt, iron pickaxes en zo. Oh, oké, okay. Dan is het daar gebleven. Heb je het even aan het verzamelen? Ja. Ja, ik heb nog 29 stukken vlees bij me. Oké, behalve wat ik zelf gevonden heb. Oké, lief. Maar waar gaan we heen dan? Nou, we hebben hout nodig en we gaan een opslaghuis maken. Maar de vraag is, waar gaan we die maken? Nou, hier ergens. Een heel groot plekje. Zullen we gewoon hier gelijk naast zetten? Ja, waar ik nu naartoe loop. Nou, maar we kunnen toch ook gewoon dit... Hier hebben we alle ruimte. Ja, maar dan moeten we heel ver lopen. We kunnen hem toch net zo goed direct hiernaast zetten. Nou, dan moeten we even wat dirt weghalen. Ja, even wat dirtblokjes weghalen. Steven heeft een... Oh. You do this. Wat? Dat was dat bordje wat ik gisteren heb neergezet. Nou, waarom komt er allemaal water? Ja, per ongeluk. Het heeft onze farm niet vernietigd, gelukkig. Kan dat ook nog? Zekerste weten van wel. Dan had ik je echt altijd gehaat, Stefan. Alsof jij überhaupt wat hebt gedaan aan die farm. Geen idee. Heb ik wat gedaan? Nee. Je hebt een mooie schep. Ja, ik bedoel... Ik niet, met mijn hand. Zit je al onze iron op te gebruiken, heb je niet eens een schep? Nee. Ja, er zit die... Dat beest daar, zo'n paniek. Die aan het zwemmen is. Ah, kut, niet weer. Auto, taalglas. Dat is een klaar van auto, taalglas.
Ja, die is dood. Dat zei ik niet uit, hoor. Oké. Ik zal dit gat even dichten. Oh. Oh, een skeleton archer. Nee, een archer, Stefan. Weet ik, ik zei het expres, vriend. Waar is die archer dan? Ja, hier ondergrond. Ik ben hem aan het insluiten. Nou, waarom? Nou, omdat we de boel hier toch moeten dichtmaken. Zo. Nou, hier hebben we wel genoeg ruimte. Wat de fuck ben je daar aan doen? Ja, dat zorgt ervoor dat we geen last meer hebben van dat water. Ik was er gewoon omheen aan het graven. Dat, zo'n waterput is best handig, hè? Wat dan? Stel, we raken onze watersource kwijt. Moeten we helemaal anders ver weglopen. En er ligt er gewoon nog een klein stukje water. Oh. Ik heb niet alles weggehaald, maar ik denk gewoon dat we een stukje verder kunnen gaan. Oké. Okay. Maar dat hebben we op zich niet nodig, want we hebben hier al genoeg ruimte aan. Ja? Zal ik zo'n Stijn vragen of die wil helpen met ons huisje? Of nou, nee, doen we zelf wel. Oké. Eerst moeten we kijken hoe groot we hem willen. Niet hoog? Nee, hij moet eigenlijk nog hoger, maar dat komt straks wel. Zo. Oh, hier beneden zat die, dat ding. Waar ik nu sta. Dat zou kunnen. Ik zou zeggen, graaf naar beneden en pak hem. Nee. Laat ik even hout verzamelen, want ik heb echt 0,0 hout. Dat is een goed idee, want we hebben best wel veel hout nodig. Waar is het dichtstbijzijnde hout? Daarachter denk ik. Gaan we weer alles van totaal verschillende houtblokken maken? Nou, het mooiste zou zijn als het één kleur is natuurlijk. Klopt, maar wij zijn niet mooi. Nee. Ik bedoel, het is dat mijn moeder me al een naam had gegeven, anders had ze me gedrocht genoemd. Zoals ik jou kan noemen. Precies. Eet. We hebben ook even zand nodig trouwens. Wat dan? Omdat ik de glazen wil hebben. Eet. Maar waarom zou je eigenlijk in hemelsnaam een secret stash hebben in een woning? Vertrouw je me niet? Ik vertrouw jou wel. Maar? Ik vertrouw mijn medespelers niet. Niet? Nee, klopt, ik vertrouw jou ook niet. Oh, minnehond. Hoezo minnehond? Marcel, kom op. Wat ben jij een oplichter? Hoezo? Ja, een oplichter. Waarom? Duimpje omhoog voor oplichter. Je vertrouwt me gewoon niet, dat vind ik best wel erg. Ik vertrouw je wel, alleen ik weet niet of je met alle diamonds kan omgaan die daarin zitten. En dat noemt gewoon een vriend. Ja. Oh, tuurlijk. Oh. Ja, wat wil je nou dat ik zeg? Sorry, als je Marcel. Trouwens dezelfde kleur hout wil, dan moet je volgens mij acacia's gaan pakken. Ja, ik ben al lang bezig met een ander soort hout. Gelukkig, jongen. Nee, oké, dan hebben we allerlei verschillende soorten. Daarom. We moeten wel gewoon in die trend door blijven, hè? Dat vind ik een goed idee. Dat is gewoon een beetje wie we zijn. We zijn gewoon een beetje anders. Nou ja, jij voornamelijk dan, maar... Toch? Natuurlijk. Oh. Ik heb 56 oakwood. Dat moet wel genoeg zijn, denk ik. Maar ik denk dat we voor de eerste verdieping wel genoeg hebben aan wat we nu hebben. We hebben eigenlijk vooral zand nodig nu. Zand? Mhm. Om glas te maken. Ja, nee, Marcel, we gaan maar hout verzamelen. Ja, dat lijkt wel genoeg nu. Ja, sorry. Wat wil je nou, Stefan? Nu wil ik zand. Je bent bij het zand, gaat er naar de inventory kijken. Nou ja, ja, deze zand heb ik helemaal ook wel. Nee, ik heb net gekeken. Ik ga wel mee helpen zoeken. Hmm. Heb je wel een schep bij je? Nee. Ja. Ik maak wel even snel heen. Ja, is goed. Hebben we echt geen zand meer? Zal ik het hout even in die bak doen dan? Ja, is goed. Oké, ik ga zand zoeken. Doei. Waarom hebben we hier nou geen deurtje? Oh, jawel. Ga je zand zoeken? Ja, en ik weet al waar ik het kan vinden. Dus zo, mooi hoor. Mooie farm. Doet hij even, die jongeman. Stefan. Ja. Als je het huis uit gaat, doe dan wel de deur dicht. Jij was er toch in? Nee. Wel. Ik liep buiten nog, jongen. Nee, jij was al in huis. Ik liep in de tuin, jongen. Wij liepen letterlijk achter elkaar. Ja, man. Langs elkaar. Ja, Marcel, nou wil ik niet dat je zo gaat doen hoor, je bent mijn vriendin niet.
Misschien. Maar even zonder het gein, ik zat echt niet in dat huis. Maakt niet uit, je hebt een pizza opgegeten. Ja, die was lekker, jongen. Ja, Steven is een beetje boos. Ik ben niet boos, ik ben gewoon zwaar vernederd. Kijk, luister, ik zal het hele verhaal vertellen. Doe je ding. Er is een pizzatent in Emmeloord en die heeft gewoon overduidelijk de lekkerste pizza's. Maar die is ermee gestopt vanwege gezondheidsredenen. Nou ja, dat kan natuurlijk. Weet je, maar toen hebben Marcel en ik op een van de laatste dagen hebben wij pizza gehaald daar. En was er een derde was gratis, dus hebben we gewoon een derde meegenomen. En die had ik in de vriezer gelegd, hier. Nou, Marcel had die in de vriezer gelegd, maar dat maakt niet uit, dat zijn details. Dus ik had vandaag zoiets van, hey, we kunnen die pizza wel opeten. En wat zegt Marcel? Oh, die heb ik al opgegeten met John toen we dronken waren. Ik heb er niet van genoten. Weet je, echt. Dat was de laatste pizza die die pizzaman ooit voor mij heeft gemaakt. En Marcel vreet die op zonder ervan te genieten of een stukje voor mij te bewaren. Ik denk dat die lekker was. Ja, maar je was te dronken om het te weten, dus... Ja, dat klopt. Ah, oh man, en mijn schep is nu ook nog eens kapot en ik heb geen nieuwe bij me. Ik ga slapen, man. Ga je mee? Ja, moet je even tegen Stijn typen dat hij moet gaan slapen. Die moet ook slapen. Ja. Druk je op thee. Ja. Dan zeg je van, Vegard, ga slapen. Stijn, ga slapen. Met hoofdletters. Ja. Nee, dan komt het duidelijk over, toch? Kom eraan, man. Als iemand mijn pizza niet opeet. Pizza dief. Kom jij al een keer dan? Ja. Oh, je moet de deur dicht doen. Ik lig. Hij zegt monsters in de buurt, ik ben bang. Monsterkop in de buurt. Had je al genoeg zand dan? Nee, denk ik niet. Nu? Nee. Had je al een goed plekje gevonden dan? Ja. Ja, als check-ups doen, dan moet je zon doen. Nee, dat geluidje vind ik zo eng. Super eng. Ik zit te bibberen op zo'n moment. Wow. Het is jochie. Een archer. Een skeleton. Het heet een fucking skeleton. Ja, potato, potato. Kut, ik ben bijna vergeten schep te maken. Hm? Wil ik een schep vergeten te maken? Ja, ik weet dat ik het heb opengelaten, maar ik ben letterlijk zo terug. Heb jij er alle eieren eruit gehaald? Nee. Serieus, heb je alle eieren? Nee. Heb je een geheime kist gemaakt? Ik zou niet durven. Heb je net 6 eieren gebruikt? Ja. Is de eieren op? Ja. Je moet één van ons iron gaan zoeken. Nou, good luck, mate. Ik ben bezig met zand. Oké. Ja, blijf daar dan ook niet staan, jongen, dikker. Stijn wil je iron handelen. We hebben nodig. Waarom moeten we handelen? Hij mag blij zijn dat hij erbij zit. Zo werkt dat in Minecraft. Oh man, ik heb eigenlijk mijn bucket water nodig. Heb je bucket water nodig? Ja, maar ik ga het gewoon zonder proberen. Ja.
Misschien moet ik het niet proberen. Kunnen die paarden ook verdrinken? Ja. Grappig. Denk ik. Ik weet niet zeker eigenlijk. Moet ik even wat lager op dat grond en onder hem weg doen? Laat maar. Dit gaat niet werken hier. Niet? Kutzooi. Dit is echt visgokkuthoeren. Wat? Nou, ik ben in een ravijntje gesprongen. Maar ik heb verder helemaal niks bij me. Echt compleet onvoorbereid. Ik heb 65 zand. Hé, daar is Stijn. Die vuile flikker. Wat? Stijn is me aan het trollen. Dan? Hij zit blokjes te plaatsen net wanneer ik naar boven wil. Wel grappig, die paard ging inderdaad dood onder water. Moet ik even zand in die ogen flikkeren dan? Ja, is goed. Twintig en ik wil worteltjes. Lekker kippetje. We hebben op het moment maar 4 wortels. Nee, 13 wortels. Ja, je hebt in alle twee 64 van die kringen zitten. Dan heb jij wel genoeg glas. Zal je weg? Nee, Stijn staat hiernaast. Thank you. Als ik die weer vergeet te gaan. Nou, dan gingen we achter hem aan om in elkaar te mappen. Waarom achter het volgt hij? Hij vindt je lief. Hij zit er een fakkel neer. Haha! Oké, okay, die loopt maar verder. Oké, okay, ik doe de rest van het iron in de kist. Als je dat niet in één keer wil opmaken. Oh, zal ik even het zand eruit, het glas eruit halen? Mag ik niet zien waar hij er naartoe gaat of zo? Is het me zo in de gaten, die vent? Dat mag vast wel. Ik bedoel, we weten waar die woont, dus. Fair enough. Zullen we even kijken bij zijn huis? Ik ga je gang. Ja? Ik zou wel even zeggen dat je met hem meeloopt. Dat kan ongemakkelijke situaties opleveren. Hoe maak je dat ook alweer? Ik weet echt niet meer waar zijn huis is. Was dat rechts van ons? Ja, Marcel, kan je ook even zelf een keer wat doen? Ik kan niet altijd alles voor je voorkomen. Nee, ik weet ook niet meer, man, sorry. Echt niet? Het is gewoon vlakbij de berg. Ik heb waarschijnlijk veel te veel glas gemaakt trouwens. Vlak bij de berg, ja nee, daar zijn er niet meerdere van. Ja, die hele hoge. Die hele hoge? Ja. Richting de swamp, links langs de berg. Richting de swamp? Ik probeer gelijk even wat iron te vinden en niet dood te gaan. Nee, dat moet ik ook niet doen, want ik heb mijn eigen soort bij. Of mijn diamond sword. Ah, ik sla je met kip, varken. Ah! Het is echt met wel een badjas. Hoe zie ik eruit eigenlijk? Kan ik mijzelf ook nog customizen? Dat kan zeker. Moeten we straks even skin uit gaan kiezen. Ik wil ook een nieuwe skin, dus we gaan samen een nieuwe skin uitzoeken. Dat is de skin van mijn oude Minecraft leven, weet je wel? Ja, er is nieuw leven ingeblazen nu, hè? Daarom, ik wil gewoon een nieuwe skin, een mooie skin. Een die zegt van, hé, dat is Henkert 15 en niet, hé, dat is de koning van een soort van Kingdom Rip-off. Ja, neem lekker mee. Kunnen we daar ook wat mee dan? Daar kan je verf van maken. Nou, daar heb ik ook geen reuk aan dus. Natuurlijk wel, dan kan je gekleurd glas maken, kan je schapen kleuren. Jippie, wat een vee. In die hele grote berg in. Die hele grote toren ben ik toch gegaan. Have fun. En daarmee sluiten we de aflevering weer af, mensen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie een leuke aflevering vonden. En ik zie jullie later weer. En tot de volgende keer. Houdoe. Dit is een plek waar Stijn is geweest.
gebeld? Nee, ik bel Stijn. Yo, Tiny. Hey. Ik dacht, we zijn aan het opnemen. Misschien wil je meelullen. Oh, moet dat? Nee, moet niet. Oké, doei. Bye-bye. Nou, gaf je blijft nog. Oké. Goodbye. Hallo, hier ben ik weer een aflevering van Minecraft. En we hebben vandaag gezellig Stijn die even mee kon babbelen. Of niet dan? Ik zeg altijd maar zo, niet babbelen, maar sabbelen. Wat maken die paarden allemaal zoveel geluid als ze doodgaan? Wat maakt je moeder veel geluid als ze klaarkomt? Echt? Ja joh, dat is echt... Wat? Heb je daar je rotkop van? Ja. Hey Stijn, hoe maak je ook weer die pilarenachtige dingen, zeg maar? Wat pilarenachtige dingen? Ja, die je kan... dat is gewoon een fence, ik weet het al. Dus... Blij dat ik kan helpen. Wat? Blij dat ik kan helpen. Graag gedaan. Wat? Ik hou van je. Wow, hey, ik doe iets fout. Dat zei je moeder ook al. Probably. Probably. Nee, ik moet geen gate hebben, tering Jantje. Hoe neuk ik nou niet de hele tijd? Ja, Marcel! Jij bent die zogenaamde Minecraft-koning, zei je. Ik ben helemaal geen Minecraft-koning. Hé, dat weet ik ook wel, maar... Stijn is een Minecraft-koning. Ik heb wel in de Kingdom gezeten, ja. In de Kingdom? Dat is een soort van ultieme droom wat elke Minecrafter wil. Waarom? Dat is de droom van iedere Minecrafter. Dat is de droom van iedere Minecrafter. Ja, en waarom? Nou ja, dat spreekt toch voor zich? Nee. Dus David, zijn al gay. Still down getting it. Yo, ik ben helemaal niet thuis in die YouTube-bende en alles, weet ik het allemaal. YouTube-bende? Oh no, you didn't. Yes, I didn't. Marcel, ga eens even acacia hout scoren. Waarom? Ik heb al hout. Acacia hout. Ja, mijn reet. Acacia hout! Ja, nou, ga zoeken met je hoofd. Hey, ik weet wel waar het zit. Ik, nou, wat doe je dan moeilijk? Ja, dan moet ik helemaal heen lopen. Stijn, je moet even op je microfoon een paar keer tikken. Dank je. Tik, tik. Jawel. Ik leg gewoon random die overal wat op, want dan is het spul klaar. Maar we hebben echt zat eten, het heeft niet echt haast ofzo. Ja, ik heb amper eten. Mooi, wij hebben veel eten, dus wat bied je? Mijn lichaam. Nice. Is niet nodig, want wij hebben elkaar al. Ik heb een lichaam voor twee personen, dus hè? Ik heb vanavond weer een trio. Ik snap Oh, trouwens, Stijn, die village vlakbij ons, zeg maar. Zo'n village vlakbij jullie? Ja, die hebben al leeg geroofd, dus daar hoef je niet meer heen te gaan. Faggot. Hoezo? First camp... Oh, het is donker, jongens. Ja, laten we slapen. Ja, ik ben echt heel ver weg. Dat is niet mijn probleem. Nou, dus wel, want nou kom ik niet slapen. Time day. Nou, daar gaat mijn trio. Au, au, papa. Oh, er zijn saplings gevallen. Op mij ook. Ik plant ze wel weer even, weet je. Anders dan hak ik alle acacia bomen om. Oh shit, die zie best wel druk. Maar Hey Stijn, wist je dat er konijnen zijn tegenwoordig? Nee, ik geloof je niet. Nee, serieus? Dat wist ik zelfs. Nee, dat wist je niet. Jawel! Niet! Jawel! Ik ontken alles. Tee, maar komen al die skeletons vandaan? Dan rent een zombie van me weg. Die pussyboy is. Denk het ook.
Oh, spinnetje. Stijn, we gaan naar First Look zaterdag, man. Heb je er zin in? Wat? Nou, tegen de tijd dat dit is geüpload, zijn we al 2 First Look jaren verder, maar goed. Oké, jongens, ik ga wel even slapen, want deze ja, manier... Je had ook een of andere video gehad van 2 seconden of zo. Ja, dat was een, ja, fout. Was een foutje. Ja, uitzetten. Dat was, ja, Marcel was op dat moment net een scheet of zo aan het laten in mijn gezicht. En dat, toen had ik hem uitgedrukt. En toen, later ging ik weer verder. En Marcel, we gaan slapen snel. Waarom? Omdat ik nu bijna thuis ben. Waar ben je dan? Ja, kom eraan. Ik zie je niet, ik zie je niet. Oké, Stijn, ik geef je onbeperkt eten als jij een zadel voor me hebt. Ik heb geen zadel. Nou, dan heb ik geen onbeperkt eten voor je. Dat is ook een kut, iets. Wat, een zadel? Oh, kijk, Zaan, ik zie hier een konijn. Ik geloof je niet. Waar ben je dan, Stefan? Ja, ik ben nu bij het voorraadhuis. Ik moet hem even belichten. Hallo. Zo, ik heb een paar keer geraakt zien. Konijn van maan. Oké, Stijn, ga je slapen? Oké. Oké, baas. Waarom is het zo snel donker, jongens? Dat is niet leuk. Ja, 20 minuten cycles. Oh fuck, heb je al een huis dan, Stijn? Nee. Heb je al een Stijn dan huis? Ja. Kijk, hij snapt het spel tenminste, survivalen. Oh, dat is een huis. Waarom? Marcel. Ja, beste jongeman. Wij zijn ook aan het survivalen. Niet? Ja? Op onze eigen manier. Een autistische manier. Nou, ik moest iron collecten, toch? Dat is wel handig, ja. Kut. Moest ik dat niet al 3 afleveringen geleden? Dat is de grappigste. Zegt je moeder nou ook altijd. Echt? Vindt ze die grappig? Ja, vooral toen ik haar verjaardagscadeau belachelijk maakte. Dat verhaal hebben we al letterlijk 2 keer gedaan. Zullen we daar maar een keer over ophouden? Ah, ik blijf het leuk vinden. Nee, Marcel, je hebt mijn moeder gekwetst. Dus? Oh, Stijn's moeder komt even binnen, hoor. Nee, dat was 6. Hoi, mam! Mam! Ze kwam niet eens binnen. Mam! Mama! Moeder! Aan de poeder! Wat? Goed. Potato. Heb ik nou je moeder de allergrootste geheim... Wij hebben aardappels. Dat spin daar dan? Dat spin. Flikker op, kom hier dan met je rode... Oh, zing hier een rood schaap. Oh, dat is ons speciale schaap, niet doodmaken! Ja, maar verderop zie ik er nog één. Ja, klopt, het zijn dus 3 of zo. Maar waarom maak je een veranda? Wat heeft dat nou voor toegevoegde waarde? Het is mooi. Hè? Het is mooi. Hey, ik doe tenminste wat. Heb je al zand verzameld? Nee, heb ik al iron? Nee. Wat ja, doe je? Ik heb toch al lang zand? Ik had dat toch gezegd, dat ik er al lang in geflikkerd. Ja, we hebben nog meer nodig. Ja, kijk eens in de oven dan hoeveel erin zit. Daar naar gekeken? Nee. Nee, dacht ik al. Nou, ik krijg een tyfus, ik ga wel een cave in, haaieto. Doei. Haaieto. Haaieto. Bloep. Nou, ik heb iron verzameld, kan ik weer terug? Je moet minimaal 3 stacks hebben. 3 wat dan? Stacks. Dun, 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 auto, taalglas. I'm in my mom's car. Ik kan ook gelijk maar even kont verzamelen. Kont aan het verzamelen? Ja man. Dat is wel grappig. Ja toch? I like big butts and again, no boy! Heb je ook al hout verzameld of niet? Ja, dat zit in die kist, jongen. Oh, wel 1 stekkie. Wauw, je bent geweldig! Dank je. Maar Stijn. Ja? Ons uiteindelijke doel is om de Ender Dragon te vermoorden. Oh, wauw, dat is leuk. Dat weet ik niet. Stijn wil je zo sarcastisch doen tegen mijn broertje. Oké. Wacht, je broertje was toch Jan? Ja. Of cliffhanger. Ja, maar Mars was mijn figuurlijke broertje. Potato. G
figuurlijke broertje, bestaat het ook? Voor het eerst. Ah, je zit in de gevangenis! Oké, je bent eruit. Potato. Zo noem je erop. Oh, wil je aardappels? Zeg dat dan gewoon. Hij zegt niet potato. Hij zegt het ook, dat is Engels. Nee, ik dacht dat hij gewoon irritant aan doen was. Ik wil aardappelen. Waarom zit er een wortel tussen ons aardappelveld, Marcel? Oh, ik heb alles randomly neergeplaatst. Dit meen je? Ja. Nee. Ja. Hoe werkt het voor je autistische ritme? Hier, Stijn, 2 aardappels. Dat ik nu alles moet gaan farmen. Ik gooi er 2. Je gooit er 2. Nou, jammer, daar moet je het mee doen. Hij werkt. Oh nee, hier ligt de andere. Ik heb ook nog... Serieus, Marcel, jij intens rotjoch dat je bent! Ik heb zo'n gruwelijk hekel aan jouw soort! Ja, de aardappels tussen de wortels gezet en vice versa. Wat de fuck maakt dat nou uit dan, jongen? Dat doe je niet, Marcel. Nou, zal ik je geheimje vertellen? Nou. Ik wel. Ja, dan ga jij gewoon niet meer boeren. Dan ben ik de boer vanaf nu. Ja, dat zegt iedereen in het echte leven ook al, dus ik vind het goed. Oh, ik heb echt kiespijn. Waarom? Boer met kiespijn. Oh, where did R2-D2 come from? Stijn, wil je nog meer aardappels? Ik heb er nog 3. Ja, breng ze naar mijn... hoe heet dat? Moeras. Man cave? Nee, mijn moeras. Waarom vind ik echt letterlijk nergens een cave? Hoezo? Jij bent degene die aardappels wil. Kom ze lekker halen, vetzak. Nee, breng ze maar. Nee. Ik ben net al geweest. Ja, dat is niet ons probleem. Fucking man, nee. Even kijken, ik heb trappakkers nodig. Oké, we doen alles lekker van verschillende soorten hout. Wacht, hoe... Is er ook een handige verdeelknop of is dat er nog steeds niet? Nee. Dat is irritant, hè? Ja. Wat, hoe bedoel je verdeelknop? Nou, dat je als je alles in je, hoe heet het, zet, in je... crafting tabletje... Yeah. Moet je alles steeds per 1 doen? Per 1 doen, ja, dat is er. Wat is die knop? Rechte muisknop ingedrukt houden. Ja, dan kan je ze slijden, zeg maar. Ja, is dat wat je bedoelt? Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel net als bijvoorbeeld met, hoe heet die ene mot ook alweer? Dat je gewoon kan zeggen van... Wilt sorteren. Ja. Ja, dan moet je sorteren zeggen, niet verdelen. Noep. Maar de vraag is het er? Nee. Zeg dan gewoon nee volgende keer. Nee, dank je. Jij, je bent echt... Johan. Je wil echt niet meer op de server spelen, hè? Ik denk om even kijken, toch? Wat doe je in mijn moeras? Wie ben je, Shrek? Ja. Marcel, heb je al acacia hout gehaald? Hoe? Acacia hout. Nope. Wil je dat even doen? Nope. Dan gaat ons gebouw 2 kleuren hebben. Oké. Mag ik hier die mijn in, Stijn? Nee. Waarom niet? Boei af, stout. Wat is er in je mijn dan? Niks, het is alleen een trap. En meer niet. Nee! Ik zag wat wil. Hey, als je... Oh, laat ik nou eens 10 acacia hout hebben. Marcel, pak het! Nou, ik maak het gewoon 2 kleurig. Hij geeft het recht voor me. Hij geeft allemaal gratis, Stefan. Piece of candy. Woe! Piece of candy. Woe! Piece of candy. Ja, maar 10 hebben we niet genoeg aan, vriend. Oh, niet? Het is 40. Wow. Maar zo pak het. Ik weet niet waar hij het heeft. Nou, kijk eens. Je springt in dit gat. Ja, want... Goed verhaal, jongen. Is hij het weggeflikkerd? Met hem dood, Marcel. Nee. Kom. Geen genade. Ik ben wel sterker. Ah! Ik had dat in. Je ruikt ook vooral sterker. Ik vind het wel gezellig hier in mijn eentje. Nou, dan ben je vanaf nu dus mijn huis uitgeschopt. Hè?
Dan ben je vanaf nu dus mijn huis uitgeschopt. Nou, dan moet je niet gelijk overdrijven. Heb je überhaupt één blok bijgebouwd aan mijn aan ons huis? Die verdiende je! Nee! Ja! Jij bent zelf in dat gat gesprongen. Daar heeft hij een punt, Marcel, sorry. Ja, maar hij heeft hem opgesloten van boven. Dat heb je ook zelf gedaan. Nee, jij sloot hem, maar nee, dat echt niet. Maar wat ben je nu van plan dan? Paard. Oh. Marcel, ga je nog wat doen? Of, Hem? Ja, ga verder kijken toch. Alleen kijken, of ga je ook nog wat zorgen dat we bepaalde voorraden hebben? Weet ik niet. Stijf, zullen wij een team beginnen? Waarom? Waar moet ik wonen? Bij mij, want ik heb Marcel dus juist uitgeschopt. Nou, wie gaat er dan in mijn glas? Shrek. Ik ben er alweer hoor, Stefan. Deal. Oké, Marcel is alweer terug, je ligt eruit, Stijn. Fuck you, suck my dick. Oké, is goed. Maar het is donker, laten we gaan slapen. Ja, ik ben even bezig nu, ga lekker zelf slapen. Ik kan niet slapen, ik ben helemaal boos en ik heb het koud en daarom kan ik niet slapen. Misschien moet je een huis maken. Dat kan er ook mee te maken hebben. Maar ik ben te cool voor een huis. I'm too cool for school! 2 cool, 4 school. Oh oh, Minecraft. Oh oh, spaghetti. Oké, Marcel, je mag wel even wat ook gaan zoeken. Ja? Je mag even gewoon ook moeten zoeken. Mag iets anders ook? Ik ben dus in mijn ingegaan. Denk op Iron verzamelen. Iron heeft nu geen prioriteit! Ja, Oké, gaan we Iron verzamelen. Iron terug? Nee, gaan we Iron zoeken. Dat is wel goed, dan ga ik zo wel open. Mag ik mijn Iron terug? Nee. Oké, mag ik mijn wortels terug? What the fuck is hier gebeurd? Waarom staat hier in deze grote houten penis in de lucht? Een grote houten penis in de lucht? Ja. Waar? Bij mij. Ik heb er dit keer niks mee te maken. Oh, dat zijn onze balkjes. Ja, we waren slijms aan het zoeken, want we wilden een trampoline. Maar we konden geen slijms vinden. Ik wil ook slijms. Weet je wel waar je moet kijken? In de swamp. Ja. Oh nee, een spin. Dat zoek ik niet. Dit wordt het mooiste huis die ik ooit heb gemaakt. Kut, ik ben mijn glas weer vergeten. Het enige huis die je ooit hebt gemaakt. Echt niet, Stijn. Meestal... Oh ja, jij maakt meestal mijn huizen. Hé, ik zou eens aan het slapen. Ja, kijk maar de types nu. Gevecht met krepers. Krevers. Krevers. Creeper! Ze willen mijn huisje. Oh, wacht, ik heb nog geen huis. Humongous faggotus. I'm back. Hé, hey, even een beetje respect, ja? Waarom heb die creeper alweer weg? Maar hij is pussy bitch. Hij is helemaal de verkeerde kant op, Rana. Lol, hij is van de verkeerde kant. Helemaal de verkeerde kant op. Mijn neusjeuken. Hey, hoe lang zijn we al met deze aflevering bezig? Ik heb geen idee. Stijn, hoe lang duurt dit gesprek al? 3. 3 wat? Zoveel. Nou, dan stoppen we de aflevering gewoon. Oké, 19. Oh, nou, dan stoppen we de aflevering gewoon. Mensen, bedankt voor het kijken. Bye bye.
Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Misschien is Stijn erbij, misschien niet. Je weet het niet. Stijn, dat is weer een verrassing. Stijn is nogal menstruerend. Dus het kan zijn dat hij er niet is. Oké. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Oh, kut. Oh, man. Ik ben het hele huis aan het slopen nu. Tot even deze afmaken, deze rand. En dan stop ik. Kun je jullie door dat ik tijd aantrekken was. Beetje. Maar dus tot de andere keer. Want klaar, doei.